Beste kijkers, fijn dat u weer kijkt. Vandaag in de uitzending op bezoek bij Sim, werken aan de kunstbank in Millingen aan de Rijn, de Millingenwaard vanuit de lucht, het fietspad door de spoorkuil eindelijk definitief open, in ommetje Persingen, de Nederlandse kampioenschappen boerengolf en groetjes vanaf de Doemmarkt. Maar eerst een voorproefje van onze reportage over de Groesbeekse bierfeesten die u volgende week te zien krijgt. Weet u wat de afkorting SEM betekent? Wij gingen naar Millingen voor een uitgebreide uitleg. SEM, wie is SEM? SEM, dat betekent senior in maatwerk. Maar het staat ook voor de woorden samen integer maatschappelijk. Wij zijn er voor alle senioren in de gemeente Bergendal. Dus als senioren bijvoorbeeld een hulpvraag hebben, op welk vlak dan ook, dan kunnen ze bij SEM terecht. Omdat mensen steeds langer op zichzelf moeten blijven wonen, kunnen ze dus bij jullie een hulpvraag neerleggen? Ja, dus met name ook senioren waarvan het ministerie verwacht dat ze steeds langer thuis blijven wonen. En we zitten zeg maar in de digitalisering. Mensen hebben ook behoefte aan zorg, ondersteuning. En daarvoor kunnen ze bij SEM terecht. En SEM wordt eigenlijk ook van ons uit onze visie gezien als de lijnenverbinder. Dus op het moment dat een senior bij ons met een hulpvraag komt, dan verbinden wij alle lijnen, zodat ze eigenlijk nog maar één aanspreekpunt hebben. En jullie zitten nu in Millingen aan de Rijn. Dat is de enige locatie, tenminste tot nu toe? Ja, we zijn gestart in Millingen aan de Rijn, omdat het voor ons economisch ook beter uitkwam. Dat betekent niet op een gegeven moment dat op het moment dat het SEM echt gaat groeien, dat we gaan expanderen. En dat we misschien centraler komen te zitten. Maar voor op dit moment opereren wij vanuit Bergendal. Ik kan me voorstellen dat zeg maar een senior wat verder af woont. Dan komt SEM gewoon naar de senior toe. Hoe kunnen mensen jullie bereiken? Nou, ze kunnen ons ook telefonisch bereiken via de website en via de mail. Ons mailadres is info@bureausim.nl. Onze website is www.bureausim.nl. En ons telefoonnummer is 0481 745091. We blijven nog even in Millingen aan de Rijn, want daar wordt door een groep mensen gewerkt aan een kunstzinnige bank die een plaats zal krijgen in het dorp. Ja, ik ben Lienke van den Eertweg en ik ben dit project begonnen, een jaar geleden ongeveer. En we gaan mozaïeken op een kunstwerk wat ik heb gemaakt in 2011 ongeveer. En ik wilde graag een project organiseren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen mooie dingen kunnen maken. En dat is dus het mozaïeken geworden. En dat doen we met serviesgoed van mensen uit het dorp. Dus zodoende heb je dan nog meer ontmoetingen. Dus mensen die oud servies in de kas hebben staan, die kunnen dit komen brengen op Rijndijk 19a in Millingen aan de Rijn. En dan wordt het netjes in stukjes gemaakt en die worden dan verwerkt in het kunstwerk. Ja, klopt. Ik had ook al een mevrouw die kwam een bordje brengen en die zei ik wil graag het zelf mozaïeken. En die heeft dat erop gemaakt en zodoende kan ze altijd terug naar de bank en kijken hoe het erop zit. In het begin heb jij dit idee bedacht en je bent eerst met een ruwe constructie begonnen. En kun je vertellen hoe je dat tot stand hebt gebracht? Toen ik de vis ging maken, kwam ik op het idee om een motor te maken, anders zou die te zwaar worden. En de reden dat ik cement gebruik is omdat ik het een heel mooi materiaal vind. Je hoeft eigenlijk alleen maar water toe te voegen en je hebt een steen als het ware. Ik wilde graag iets maken waar je op kon zitten, dat het een soort toegepaste kunst zou worden. En
dat was een heel proces met schetsen. En uiteindelijk is het dat geworden. En ik ging het exposeren op verschillende plekken. En uiteindelijk miste ik een soort extra toevoeging samen met mensen werken. En zodoende kwam ik op het Social Sofa concept en is het dit project geworden. Als het project dadelijk klaar is, komt het dan ook ergens in het dorp of aan de dijk te staan? Ja, aan de dijk zou ik heel erg mooi vinden, maar ja, ik moet de gemeente meekrijgen. Ik krijg sowieso een plek in het dorp met de bank. Waarschijnlijk wordt het ergens in het centrum van het dorp. Maar ja, als het op de dijk zou worden, zou het heel mooi zijn, want dan kunnen mensen mooi over de Rijn uitkijken. Als mensen meer willen weten over dit project of over jouw werk, waar kunnen ze dan terecht? Ze kunnen sowieso elke zaterdag naar de Rijndijk 19a komen. Daar zijn we aan het werk. Voor de rest staan we op Facebook, kunnen mensen bevriend worden en dan kun je het volgen en berichten lezen of berichten sturen. Voor de rest heb ik een website www.lienke.nl en hier staat mijn werk op, maar ook informatie over het project. En bij het Cultuurhuis in Millingen staat een grote bak, of die gaat daar komen te staan, waar servies in kan. En die staat daar dan de hele week, dus daar kunnen mensen ook heen. De Millingenwaard kennen we allemaal wel. Maar weet u ook hoe het er bij avond uitziet en vanuit de lucht? Thank you.
Er is heel wat te doen geweest over het nieuwe fietspad door de spoorkuil. Nu is het eindelijk definitief geopend. Van harte welkom bij de feestelijke opening van het fietspad hier dwars door het bos. Het heeft heel lang geduurd voordat we hier het open mochten gooien. Het heeft ook een hele tijd geduurd voordat het fietspad er lag en het met de milieubeweging het eindelijk geregeld was. Maar klaar is klaar en wij zijn heel erg blij dat het uiteindelijk nu geopend is en dat iedereen in Groesbeek en de omgeving van het mooie fietspad gebruik mag daar gaan maken. We gaan dadelijk fietsen naar de andere kant van het fietspad. We komen dadelijk langs de tunneltjes voor de salamanders en voor de zandhagedissen. Die ook op het beton schijnen te zitten. En daarna fietsen wij in één keer helemaal terug naar het station in Kranenburg. En dan krijgen we van de SPD te horen hoe ver het is met de plannen om de rest van het fietspad door te trekken richting Kleef. Nou, ik vind het fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik zou zeggen, proost erop. Ja, proost. Dan ga ik hem ook kijken. Dan ga ik het hierbij heel feestelijk openen. En ik wens heel Groesbeek ontzettend fijn met een van de weinige platte fietspaden die ons dorp nu rijdt. Oké. Ja. Hartstikke idee. Ja, jongens. Ik zou zeggen... Vorige week was er in ons programma geen ruimte meer voor het ommetje van het landschapsbeheer Groesbeek, dat op 9 oktober werd gehouden. Maar vandaag nemen we u dan toch mee naar Persingen. Eerst even over het kerkje. Rond 1330 was er al sprake van een houten kerkje en gotisch, hè? Dat kun je dus ook zien aan die bouwstijl. In eerste instantie was er alleen sprake van de kerk aan zich, zonder toren. En een eeuw later is eigenlijk de toren gebouwd. Oké, we staan hier, Persingen. We gaan eigenlijk over heel veel boerenlandpaden. Eigenlijk ongekend, want ze liggen al een tijdje. Alleen wat mij altijd opvalt is dat het... niet zo publiekstrekker is. Ik zie er altijd weinig mensen lopen en het is een ontzettend mooi gebied. En vooral met name hierachter. Je kunt eigenlijk helemaal via boerenlandpaden naar Oortjeshekken lopen. En dan zelfs zo bij het Waalstrand terechtkomen. Nou, als je dus daar onderuit het Bronnenbos komt, dan kun je dus gewoon eigenlijk oversteken via de springplank. Waar ik net al over zei, hè? Die nieuwe brug. Waar een hele hoop over te doen is geweest. Kun je niet met de fiets overheen. Gemiste kans. We hebben inmiddels daar al een nieuwe brug. Hè? Dus ook... via het meertje. Dus die verbinding eigenlijk met de polder en de stuwwal is eigenlijk op die manier tot stand gebracht. Nou, hier hebben we het trekpontje. Hier lag eigenlijk vroeger een brug. Hè? Vanuit de Ooi kon je dan gewoon hier doorheen de verbinding met de polder. Dat is heel erg lang geleden. Ja. Dit is wel leuk. Ja, dat is maïs. Nou, we zijn inmiddels aardig een eindje op weg op de boerenlandpaden. Nou, die boerenlandpaden, eigenlijk met Via Natura, is dat eigenlijk tot stand gekomen met die boeren. Dat zijn gewoon langlopende contracten afgesloten, zodat die boeren ook land hebben afgestaan. En dan moet je denken aan echt een periode van 20 tot 30 jaar. En
Ja, we zien ook die sloten, hè? Dus ook het slotenbeheer en die poelen zijn heel belangrijk in het landschap. Dus hier, als je hierachter is eigenlijk een hele grote open vlakte, er is een poel ingebouwd en er is enorm veel waterdiertjes, amfibieën en dergelijke, komen daar allemaal weer terug. Ja, we gaan zo meteen even het slootje over, dat wordt even spannend. Dus er loopt een plankje. Kom even zo. Kom maar. Ja, dat viel mee, hè? 100%. Ja, ik heb het niet. Ja, dat kan wel. Daar begint het wel mee te lopen. Ja. Dank u wel. Oh, geweldig. Ja? Ik dacht dat het was. Ja, we gaan het een beetje. Oh, ik kan een beetje doorlopen. Wil je... Ik heb een stuk en Wilgen Grient kwam natuurlijk van vroeger uit. Dit was een gecontroleerd gebied. Hè? Men kon dus water in laten lopen en water uit laten lopen in de Ooypolder. Die Duitsers waren er iets minder blij mee in vroege tijden. Die hadden daar meer dure akkerbouw. Wij hadden hier meer veeteelt en Wilgen Grient, zou ik maar zeggen. En die Duitsers die hebben dan ook de Queerdam aangelegd. Mm-hmm. Vandaar dat dit eigenlijk nat was. Dit gebied was eigenlijk hoger en het water trok allemaal naar die kostbare gronden toe. Ja, en die wilgen die werden natuurlijk gebruikt vroeger allerlei om manden te vleggen, maar ook vanwege de huizenbouw. Hè. En ook die koningspaden. Ik bedoel, het gebied kan natuurlijk maar bepaalde. Ja, het via haar tuin. Hier zien we dus ook weer een plukplaats. En dit is dus echt een houtduif geweest. En waarom ben ik nu even hier naartoe gelopen? Omdat we daar hebben boerderij De Plak. En dan kun je zien, die staan een stuk hoger. Hè? Dus daarom kun je ook zien, rond 1300 begon men met het bouwen van die dijken. Maar nog niet zoals nu. Gewoon buitendijks, binnendijks, maar echt die dorpjes aan zich. Hè? Dus dat ze zichzelf deden beschermen. En dat dan de rest toch onder water liep. Nou, rond 1300 is men dus begonnen met het bouwen van die dijken. En je kunt dus ook zien, die boerderij die staat eigenlijk gewoon verhoogd. Hè? Dus daar kun je ook goed zien dat het gebied regelmatig onder water werd gelaten om dan weer klei aan te voeren, met name voor die graslanden, voor die koeien. Het is meer een plasdrafsloot. Ja, ze hebben net een stukje sloot schoongemaakt. Hè? Oh, wacht, oh. Ja. Je kunt nog even uitrusten. Dus vanaf die kant komt lopen, dan heb je eigenlijk hier eigenlijk de unieke view dat je eigenlijk alle bruggen kunt zien liggen. De spoorbrug, de oversteek. En als je wat verder meer naar de stadswaard loopt, dan kun je ook nog de voetgangersbrug zien liggen. Zie je alle vier de bruggen achter elkaar liggen. Dus ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van het gebied en een beetje kennis hebben kunnen maken met de boerenlandpaden. En ik zou zeggen, kom nog eens een keer terug, want je kunt echt ook nog veel verder. Je kunt echt vanuit de Sint Maartenskliniek helemaal naar Oortjesek en terug, allemaal over verschillend, zonder over de weg te lopen, allemaal over boerenlandpad. Ja? Op 1 oktober werden bij de familie Nillis op de activiteitenboerderij De Horst in Groesbeek de Open Nederlandse Kampioenschappen Boerengolf gehouden. Wij zijn er voor u naartoe gegaan en maakten de volgende opname.
ontzettend gezellig. En ik hoop dat jullie dat ook ervaren hebben. En we maken er zeker volgend jaar weer net zo'n dolle boel van als dit jaar. En ik wil graag met de jeugd beginnen. De jeugd is de toekomst, dus daar gaan we mee van start. Dus ik wil eerst de tweede prijs naar voren hebben en het team van onze eigen programma gaan. De Fleurtjes, dus graag onze familie naar voren. En dan kunnen we de prijs krijgen. Nieke, Noortje en Stefan, komen jullie naar voren? Ook de Doelmarkt ligt alweer een tijdje achter ons. Toch hebben we nog een paar beelden die we u moeten laten zien. Wil je een hoedje opzetten en iemand een groetje doen? Nee. Groetjes aan Mika. En wie is Mika? Vriend van mij. Een hele goede vriend van jou. Ja? En wat doen jullie samen? Fietsen meestal, een beetje. En waarom heb jij voor dit hoedje gekozen? Nou, want als ik iemand anders zou kiezen, dan zou ik meer van nee, toch niet. Ja, dus je hebt een mooie stoere pet gekozen. Ja. Oké, nog veel plezier. Ik doe de groetjes aan Jade. En wie is Jade? Mijn beste vriendin. En wat doe je samen met Jaren voor dingen allemaal? Allemaal clubjes oprichten en zo. En waarom heb jij voor dit hoedje gekozen? Dat, ja, ik vond het wel leuk. Ik doe de groetjes met papa. En wat wil je zo speciaal aan jouw papa? Dat hij er mooi uitziet. En doet hij ook leuke dingen met jou? Ja. Wat allemaal? Rondjes fietsen. Gaat hij lopen? Wij doen samen lachen binnen. Groetjes van opa en oma. En waar wonen jouw opa en oma? Groetjes van de opa en oma. Wanneer groetjes nog? Groetjes aan Kaylin. En wie is Kaylin? Dat is mijn vriendin. En wat doe je allemaal samen met Kaylin? Dat weet ik niet. Ik wil aan mijn oma heel veel groetjes wensen.
En is je oma is hier ook? Ja, ze woont hier eigenlijk in de buurt in Uithoorn. En dan ga je wel eens daarheen naar je oma? Ja. En wat ga je dan doen bij je oma? Dan ga ik met haar praten en spelletjes spelen. Soms hebben ze een paar spelletjes mee uit een ander land, maar soms hebben ze niks. Dus dan teken ik gewoon naar hen. Weet je wat? Doe maar even zwaaien naar je oma. Oké. Okay. Ja. Weet jij aan wie je de groetjes wil doen? Ja. Aan wie ga jij de groetjes doen? Joost weet toch niet wat ze wil? Ja. Aan wie wil jij de groetjes doen? Zou je tegen iemand dag zeggen? Of hallo? Ik kan nog niet zo goed praten. Ja, en weet jij wel nu al wie je de groetjes wil doen? Kijk maar, ga maar even thuis staan. Ga maar even naast elkaar staan. Of hallo zeggen. Wil je hallo zeggen? Mm-hmm. Hallo. Hallo. Of ga je de groetjes aan Roos doen? Doei, Roos. Ja? Ik geloof dat ik klaar is. Groetjes aan die juffrouw. En hoe heet jouw juffrouw? Juffrouw Ineke. Juffrouw Ineke, dat is juffrouw Ineke Lief? Ja. Ja? Heb je nog een andere juffrouw? Ja. Heb je nog meer, mama? En juffrouw Vanessa, wil je er ook de groetjes aan doen? Ja. Zeg maar groetjes aan juffrouw Vanessa. Groetjes aan juffrouw Vanessa. Juffrouw Petra heeft groetjes. Doe de groeten aan oma. En waar woont jouw oma? Bemmel. En wat voor leuke dingen doe je allemaal met je oma? Naar de speeltuin, logeren. Doe maar even zwaaien naar je oma. Doei. Ja, wil je ook? Weet je al wie je de groeten wil doen? Mama. Mama, ah. Nou, zeg maar, ik doe de groetjes aan mama. Ik doe de groetjes aan mama. En wat doet mama allemaal voor mooie en leuke dingen? Ze maakt grapjes. Maakt ze leuke grapjes? Wil je ook even zwaaien naar mama? Ah, dit komt steeds voor mijn ogen. Een beetje een rare muts, hè? Ik wil aan opa en oma en mijn moeder de groeten doen. En aan mijn hele klas. Aan een heleboel mensen? Ja. En waar wonen je opa en oma? De ene woont in Roosendaal en de andere wonen in Groesbeek. En zelf woon je ook in Groesbeek? Ja, zelf woon ik ook in Groesbeek. Ja, dan mag je even zwaaien naar iedereen. Oké. Ik doe de groeten ook aan mijn opa en oma die naar Portugal gaan. En gaan ze daar wonen? Nee, ze gaan daar op wandelvakantie. Dat is leuk. Ja. En waar wonen je opa en oma? Wonen ze in Nederland of in Groesbeek? Ze wonen in Kuik. In Kuik? Ja. Dan mag je even zwaaien naar je opa en oma. Doei. Ik doe de groetjes aan opa. En wat doet opa allemaal leuke dingen met jou? Zeg maar, heel veel knuffelen. Heel veel knuffelen. Heel veel knuffelen, dat is gezellig. Ja, en wil je nog even zwaaien naar je opa? Ja. Ja, zwaai maar even. Ja. Bedankt. En wat zeg jij dan tegen opa als je opa heel lief vindt? Als die me knuffelt. En wat zeg je dan? Dan zeg ik opie. Dan zeg ik opie. Zeg je dan opie? Oh, wat lief. En ook altijd tegen oma opie. Ik doe de groeten aan papa en mama. Papa, zit dit. Jij ook? Jij ook? Ik doe nog... Ja, zit een hoed op. Ik wil de groeten even.
Dat is een Russische muts. Ja. Nou, kies eens even. Hupsakee. Ja, ik neem deze. Ja, misschien is het wel leuk als ze samen even zwaaien zo. Oh, zelf hoeven ze open. Mag je nog zwaaien? Zeg maar, ik doe de groeten. Ik doe de groeten. Mag je even hier kijken? Ik doe de groeten aan papa en mama. En hoe heten ze? Maud en Bas. Maud en Bas Berg. Ah. Maar kom nog maar even hier samen staan. Moet je nog even samen zwaaien? Met je hoedje op? Even zwaaien. Mogen jullie even zwaaien naar papa en mama? Doei! Nee, zegt hallo! Hallo! Wij willen de groeten doen aan TV Groesbeek. Zwaai maar even naar iedereen. Dank u wel voor het kijken. En graag tot de volgende keer.